Wauw, dit is mooi. Ja, hij is bijna klaar en... Wow, opdiener. Hey kijkers van mijn kanaal, welkom weer terug hier zo bij een nieuwe Sims 4 aflevering. En wow, we beginnen echt gelijk super snel bij deze aflevering. Want ik start dus net mijn Sims 4 op en wat er dus gebeurt... Ik zie ineens hier zo mijn vrouw staan en er gaat hier ineens een ufo over en die ontvoert haar dus blijkbaar. Ik dacht, huh? Wat gebeurt er? Maar in ieder geval dus welkom weer bij een nieuwe Sims 4 aflevering. Het is dus eventjes een chaotisch begin. Maar er staat hier dus dat ze ontvoerd wordt en ik weet niet... Ja. Wat gebeurt er? Waar is die ufo heen? Waar is zij heen? Ze wordt ontvoerd nu dus. Maar waar naartoe? We zijn er dus letterlijk kwijt. Ik weet niet waar ze naartoe gaat. Maar dit heeft dus waarschijnlijk wel iets met de ufo's te maken. Ook omdat Luke natuurlijk een, een zombie, of een zombie, een, een, een alien is... Maar nu wordt zijn vrouw Valerie gewoon ontvoerd. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, of wat er gebeurt nu in het begin van deze aflevering. Maar dit... het is echt heel apart. En ik weet niet hoe ze straks ter uh, terugkomt, of dat er ineens politie of wat dan ook aan de deur staat. Volgens mij bestaat dat niet eens hier, zodat die aan de deur komen. Maar wat de fuck gebeurt er? Ik hoop dus nog wel dat ze terugkomt. Maar misschien komt zij dus straks ook wel als een alien ineens terug. En dat zij dus een alien is en Luke ook. Dus ik heb er geen idee, maar Femke ons kind is gelukkig nog wel hier zo. Maar die geeft ook echt geen fuck erom dat de moeder net zojuist voor de ogen is ontvoerd door een alien. Of door een, een UFO. Die denkt van, oh oké, okay, leuk, wat, wat gebeurt hier? Nee, die gaat gewoon lekker in een boekje zitten lezen. Of op de iPad. Maar, oké, okay, ik ga haar maar even lekker naar bed sturen. Dus uh, kom maar hier naar bed. Ik ben eventjes vergeten welke bedden ook weer bij haar hoorden. Volgens mij was dit haar bed, want dit was een beetje een jongenskamer, hè? Als ik het goed zeg, gewoon dat weet ik niet zeker. En hij ligt dan lekker hier zo natuurlijk in zijn bedje, juist. Oké, okay, maar het is nu dus wachten totdat Femke naar bed gaat inderdaad. En totdat Valerie dus terugkomt, want waar komt ze vandaan? Ik ga eventjes doorspoelen, want ik ben heel erg benieuwd wat er nu dus gaat gebeuren. Zoals je kan zien duurt het nog eventjes. Dus we gaan eventjes doorspoelen tot ze terug is. Oké, okay. ja, hij is bijna klaar en... Wow! Wow! Wacht, zit die UFO daar boven? Ja, kijk, daar gaat hij, daar gaat hij nog. Is dat hem niet? Maar. Huh? Hij moet nu verdwijnen, toch? Hij moet nu verdwijnen. Huh? Hier, daar is de UFO. Daar is die zojuist verdwenen. Dus. Huh? What the fuck? Ik vind het echt heel apart wat er zojuist gebeurd is. Maar het zal wel. Die UFO die blijft er dus blijkbaar nog gewoon in de lucht. Zij is ontvoerd. Wat heeft ze nu dus voor stemming? Want. Gezept en geschokt. Wacht, wat betekent dat? Gezept en geschokt wat die buitenaardse wezens ook hebben gedaan. Het doet ja, ja. iets met je hoofd door ontvoerd te zijn. Dus ze is inderdaad ontvoerd gewoon. Echt super apart. Dit. Nog nooit meegemaakt, maar oké, okay, leuk begin van deze aflevering. Uh, ik ga even lekker iedereen eens naar bed sturen. Eigenlijk moet Swimco aan bed liggen, maar ze heeft dus de iPad hier zo. Ik had haar naar bed gestuurd, maar blijkbaar dus niet. Uh, en dan zie ik jullie weer de volgende ochtend. Een hele goede morgen. En ik zie hier zo dat Luke ineens een rode gloed om zich heen heeft. Ik weet niet wat dat betekent, maar misschien heeft dat gewoon te zeggen dat hij zich ongemakkelijk voelt. Maar het is natuurlijk nog steeds een alien. Het is wel echt iets apart, hoor. Ik moet het eerlijk zeggen. Ik heb het nog nooit gehad, natuurlijk, die aliens in huis. Dus het is wel echt iets apart om mee te maken. Maar hij is ook zwanger. Eten voor twee. Nieuwe baby. In elf uur inderdaad. En hij... Oh, hij is dus misselijk. Oh, dus misschien moet hij straks wel als man inderdaad gaan kotsen. Maar, Femke moet straks naar school. Oh, dus die ga ik maar eventjes wakker maken. Alleen, ik heb dus iets heel erg leuks. Uh, voor jullie deze aflevering ook. Ik weet zelf niet wat ik er kan van uh, verwachten. Maar een meisje had in de comments achtergelaten voor Gio. Er is een verlaten grot ergens in de wereld. Uh, de woestijnwereld. Ik weet eventjes niet de naam van die wereld. Volgens mij is het iets met hills. Maar daar is dus een grot, en als je die grot openbreekt, dan kan je daar dus naar binnen. En dan kom je in een hele speciale wereld, of misschien wel in een speciale grot. Maar ik weet dus totaal niet hoe dat eruit ziet, dus dat kunnen we gaan uitproberen. En dan zal ik voor de mensen die dus ook zelf sims hebben, dan zal ik jullie gelijk laten zien waar dat dus is. Uh, maar, daar is wel één ding voor nodig, en dat is dus dat je handigheid niveau 10 moet hebben. En denk denkt van, ja Gio, dat duurt nog hartstikke lang, want zoals je kan zien, heeft zij handigheid nummer... Ja, niveau 0 zelfs. Maar natuurlijk, daar hebben we een cheat voor. Dus dat gaan we gewoon eventjes doen deze keer. Um, testing cheats true. Want ik wil echt gewoon weten hoe die god eruit ziet. Het is gewoon super vet natuurlijk. Dus daar komt de cheat. Ja. Yeah, yeah. Juist. Handigheid nummer 10. Oké, okay, dus nu is de vaardigheid maximaal. En nu zouden we dus met Valerie naar die god kunnen gaan. Ik weet niet of het de beste oplossing is om met een vrouw te gaan. Want mannen zijn altijd wat dapperder in de Sims. Uh, dus. Ja, ik, ik denk dat ik toch, toch maar gewoon even met haar ga. Ik laat hem maar slapen. En dan gaan wij hier nog even een lekker ontbijtje maken. Want ze heeft geen werk, dus dat maakt niet uit. Fruitsalade. Oh. Hé, hey, dat is leuk. Die fruitsalade. Is dat niet van die fruitbomen? Dat zou misschien wel kunnen dat het van die fruitbomen is. Maar het is dus zo dat je inderdaad een verlaten god hebt. Maar niet alleen een verlaten god. Je hebt ook een verlaten bomenwereld. Dus er zijn allemaal verlaten werelden. Waar ik dus letterlijk pas nu naar zo'n 120 afleveringen pas achterkom. Dat die werelden er zijn. En dan gaan we dus straks voor het eerst een kijkje in nemen. Want ik weet echt niet wat ik kan verwachten dus van die grot. Maar eerst eens dus eventjes de ontbijt maken. En dan nog iets wat ik wilde zeggen: is dus dat jullie uh, zeiden van Gio. Als deze familie dood is, of als de mensen hiervan dood zijn, ga dan alsjeblieft jezelf maken. Dus Gio, ik, Melanie, Jasper, Marcel, oftewel mijn vader en mijn moeder. Uh, en ga die dan in je eigen huis laten wonen hier aan de overkant. Dus ik heb een poll in de beschrijving staan. Moet ik met een volgende familie? Ik wil wel echt voorgaan of doorgaan zetten met deze familie. Dus dat ik bijvoorbeeld als ik een jongetje krijg, dat ik hem ook echt Marcel of Louise noem. Moet ik dan dus in dat huis daar gaan wonen? Moet ik dat gaan doen? Want ik heb er nog nooit in gewoond. Ik heb wel een keer Melanie nagemaakt, maar nog nooit mezelf volgens mij in de Sims. Maar de poll staat dus in de beschrijving, dus daar kan je kiezen. Maar nu. Schiet ze eventjes Lek. Maar nu moet ze eventjes opschieten met de salade. Dus, op meid. Niveau 3 van de vaardigheid koken. Toppie. Ik weet wel, trouwens, dat ik mezelf ooit een keer heb geprobeerd na te maken als Sim. Maar nooit met de eigen naam, dacht ik. Of ik kan het gewoon alles niet meer herinneren. Want ik heb al zoveel afleveringen natuurlijk opgenomen. Echt al, ja, boven de honderd, dus inderdaad. Maar, laat het dus achter en dan. Dan ga ik dus ook echt wenkbrauwen iets meer uit elkaar, ogen iets meer uit elkaar. Omdat dat natuurlijk zo bij mij is. <laughs> Dan kan je erom gaan lachen. <laughs> lekker mezelf belachelijk gaan maken. Nee, maar dat is gewoon zo bij mij. Dus. Uh, nou, eet door. We zijn al een uur aan het wachten op je salade. Kom op. Waar ben jij, Luke? Oh, jij bent. Oh, lekker gezellig ook. Jij gaat hier gewoon in het park daarna zitten eten. Zo van, je geeft geen fuck om je vrouw of zo. We hebben hier trouwens in het park al eens eerder gegeten, volgens mij. Maar dit, hier kunnen we ingraven. Misschien kunnen we hier ook nog wel eventjes wat gaan uitpakken. Uh, wat heeft hij gemaakt? Worstjes en bonen. Oh. Hij heeft het ook gewoon letterlijk hier. Worstjes en bonen staan maken. Dan heeft hij toch echt spullen uit het huis moeten halen. Ja, wat een gekke man toch soms. Nou, wat kan je hier nog uit opgaven? Helemaal niks waarschijnlijk. Echt gewoon pure onzin. Krijg ik straks ineens een dikke. Uh, dikke schatkist. Eén roze Nou, wow, daar zijn we blij mee. Ja, jij bent klaar. Dus wat wij nu gaan doen. is dus inderdaad reizen naar die kavel. Uh, waar dus die god is. En dat gaan wij lekker alleen doen. Niemand gaat mee. Want niemand mag zien waar die verborgen wereld is. Oké, okay, dus dit is inderdaad onze buurt. Maar dit is niet de buurt waar, na waar wij naartoe gaan. Oh, we moeten dus naar Oasis Springs. Dus het is niks met Hills. Ik weet niet hoe, hoe ik op Hills kwam. Maar dan ga je dus naar deze plek. De familie Koning. En. Huh. Toen ik net nog met deze vrouw speelde. Toen leefde zij nog. Oh, dus die is echt... Hier, ik, ik, ik... Voordat ik de aflevering opnam, speelde ik heel eventjes met Lisa Koning en toen leefde ze nog. Maar nu is ze dus blijkbaar dood. <laughs> dus die is letterlijk net overleden gewoon. Maar dat is ook nog ooit iemand waar we mee gespeeld hebben volgens mij in The Sims. Juist, kijk eens aan. Dus dit is inderdaad ook een huis waar wij vroeger in gewoond hebben. Klopt, dat weet ik natuurlijk. Maar er woont nu dus nog maar één persoon in zo'n groot huis. Maar we hoeven niet naar dit huis, want we gaan dus voor die plek... Gaan we naar achter dit huis. En ik zie hier trouwens een grafsteen staan. Van wie is die ook alweer? Dat is ook van iemand die we kenden waarschijnlijk. Zoe Patel. Ja! Oh, dat was toen mama. Ik hou van je ook al heb ik je nooit gekend. Dat was volgens mij... Ja, dan moet je toch maar echt even de andere afleveringen terugkijken. Als je wil weten welk verhaal daar achter zit. Dat is wel grappig. Ik ga ooit denk ik, als ik nooit iets te doen heb. Ga ik al mijn Sims afleveringen terugkijken. Maar, hier achter de berg. Wat, wij dus no of wat mij dus nooit is opgevallen. Heb je dit. Kijk, dat is dus een, ja, een afgezet iets. Ik weet niet wat dit is trouwens. Wat is dit? Naar kikkers zoeken. Oh, dit is een put of zo. Nou, oké, okay, dat maakt niet uit. Maar we moeten hier dus in. En dat kan je dus alleen doen als je handigheid 10 hebt. Maar die gaan we dus openbreken. Dus Valerie kom eraan. Loop eens even door. Niemand mag het zien. Ik weet ook niet hoe we daar zouden moeten komen trouwens. Want dan moeten we toch echt wel. Oh, dan moet je hier gewoon de berg af. Oké. Okay. Ik dacht, je moet ergens van een cliff afspringen of zo. Maar dat. Dat is niet zo'n goed idee. Oké, okay, dus we moeten hier helemaal naartoe. Zoals ik al zei, ik weet dus ook niet wat ons te verwachten staat. Als we daar naar binnen gaan. Ik heb het ook niet op YouTube opgezocht van hoe het eruit ziet. Ik heb alleen de plek opgezocht waar het is. Maar hier is het dus blijkbaar. Oké, okay, breek het open. We breken de deur open. Oké, okay, doe het meid. Doe het. Hoe gaat dat eruit zien? Dan moeten ze dus die planken gewoon eraf gaan halen. Oh, zo. Oké. Okay. Dadelijk komen we er gewoon niet in, dan, dan is het gewoon... Een... Een valkel Oh my god. Ik wil naar binnen. Verkennen. Kom, we gaan dit verkennen. Dit is het toch? Ik hoop serieus dat dit het is. Of is dit het niet? Zeg me dat dit het is, alsjeblieft. We moeten nu naar binnen. Ja? Hallo? Kunnen we naar binnen? Ja! Kijk, oh wacht, God onderzoeken. Valerie is een avonturier in hart en nieren. Ze zet zich schrappen om in de god af te dalen. Er zijn twee paden. Het smallere pad is wat nauw, maar Valerie kan zich er waarschijnlijk net doorheen wurmen. Nou, pad volgen. Eh, uh, ja. Maar we horen hier dus ook naar binnen te kunnen straks. Dus, dat heb ik me laten vertellen. De donkere, bochtige kloof blijkt te moeilijk om doorheen te sturen. Valerie komt er snel vast te zitten en raakt er gefrustreerd. Oké, okay, dan moeten we dus waarschijnlijk het bredere pad nemen. Denk ik. Juist. Breedpad nemen. En kunnen we dan erin? Oh, oké. Okay. Oh, je moet dus waarschijnlijk de goede keuzes schoonmaken. Um, er is geen reden om onnodig risico te nemen. Valerie kruipt over het hoofdpad heen en ziet in de duisternis een roetsbaan. Die langzaam omhoog loopt en een gammele ladder die verder naar beneden gaat. Uh, ja, omhoog of omlaag dus. Uh, ladder beklimmen. Ik weet niet of dit de goede keuze is. Ik hoop het. Ja, het was de goede. Valerie duikt zorgvuldig de duisternis in en grijpt zich onderweg vast aan de splinterige sporten. Na een lange afdaling ziet ze een zwak blauw schijnsel onder zich. Ze kan op een donkere, mossige ondergrond stappen. Of verder afdalen naar het blauwe schijnsel. Dan komt ze in het water, denk ik. Op de richting Blijven klimmen. Ik heb geen idee. Ah, oh, shit. Opnieuw. Ja, hier. Het lijkt tot de ingang van een prachtige grot. Naar de grot reizen. Wil je Valerie naar de vergeten grot sturen? Tuurlijk. Yes, we, we gaan nu in een, een wereld komen waar ik dus nog nooit in ben geweest? Hoop ik. Hoe ziet dit eruit? Waarschijnlijk is het super donker daar ook. Wow, de vergeten grot. En wat de fuck is hier te doen. Oh, Wauw. Wauw. Dit is mooi. Dit ziet er echt super vet uit. Oké, okay, ik weet niet wat de fuck hier allemaal te doen is. Ik zie wel heel veel kristal daar en I don't know. Maar we kunnen hier vissen. Misschien zijn er wel speciale vissen hier te vinden, maar. Wacht, eerst wil ik even kijken wat we hiermee kunnen doen. Oké, okay, daar kunnen we er dus helemaal niks mee. Dat ziet er wel echt, echt super duur uit. Hoe, hoe ik het ook moet zeggen. Wat is dit? Graven? Er is sowieso hier iets te vinden, toch? Er moet hier sowieso iets zijn wat, wat we kunnen doen. Gebruiken, verbetering. Oh we, oh, we kunnen hier zelfs naar het toilet. Er dus staat hier gewoon een toilet, dus. Dit heb ik nog nooit eerder gezien. Oké, okay, heeft ze wat opgegraven? Ze heeft die dus net lopen graven. Valery heeft een capsule opgegraven. Wat kan daar nou in zitten? Ik heb geen idee. We gaan vis... Oh, dit is best wel een spannende groep. Maar waar kunnen we nog meer naartoe dan? Kijk, maar er zijn dus meer van deze werelden. Maar ik weet zeker dat er dus iets te doen is hier zo. Alleen, wat weet ik niet. Ik weet niet wat hier te doen is. Kunnen we hier dus nu Paul ook naartoe laten komen? Of niet? Besturing overdragen... Of Luke bedoel ik. Luke bakken hier naartoe brengen. Ja. Oh, dus die kan hier nu ook naartoe. Oké, okay, dus hij is er ook. Top. Wow, maar ik hoor allemaal gekke geluiden en... Wat is dit allemaal? Er moet hier toch sowieso nog een, een, een extra iets te doen zijn? Je moet hier iets kunnen opgraven of wat dan ook. Dit is er niet zomaar, denk ik. Ik ga gewoon alle bloempjes, alle plantjes, zoals dit hier zit dus, de aardappelplant, bekijken. En ik ga dus gewoon alles opgraven wat ik zie. Want er moet hier ergens iets zijn. Ik weet het zeker. Of waarschijnlijk gewoon niet. Dat kan ook nog. <laughs> wow, maar kijk dit dan even, joh. Dat licht wat er zo invalt. Dat is wel echt super mooi. Oké, okay, het is drie uur. Femke komt nu alleen thuis. Dus we moeten straks ook wel weer lekker naar huis voor haar. Want anders is het een beetje sneu dat ze alleen thuis is. En ze vraagt zich misschien ook af waar zijn mijn ouders. Maar kijk, er zitten dus overal capsules hier zo. Hier, misschien hier nog een capsule. Ze heeft dus nu al twee capsules opgegraven. Dus er moet sowieso iets in zitten. Leliebloem bekijken. Luke heeft een brok kalksteen gevonden. Wie weet zit er wel een fossiel in verborgen. Dus dat kan ook nog. Zwaar metaal. Eh, uh, Misschien is het wel heel veel waard. Een eeuwenoud sedimentair steen. Fossiel extra heren. Dit is een wilde aardappelplant. Oké, okay, nou, ik denk dat we wel genoeg hebben. Volgens mij is er niet veel meer. Naar kikkers zoeken kan nog één keer. Maar er zijn geen andere stenen meer hier, zo dacht ik. Oh, een schatkaart. Kijk eens aan. Die lijkt vast naar iets waardevols. Ja, dat, dat, dat denk ik ook, toch? Anders... Nou, weet je wat? Wij gaan gewoon lekker terug. Kan ze, ze kan hem alleen in wereld plaatsen. Ja, en dan? Wat gebeurt er dan? Kan ze hem dan niet bekijken? Hallo? Nee, wacht even. In, inventaris plaatsen. We, ik heb geen idee wat we met schatkaarten kunnen doen of wat dan ook. Maar wij gaan lekker naar huis. Ik heb het wel weer eventjes gezien hier. Zo, we kunnen dus ook naar een verlaten bomenwereld. Als jullie willen dat we daar een keer naartoe gaan, laat het dan ook zeker achter. Want het zijn wel spannende werelden. En de, ik, ik ben benieuwd wat er in die capsule zit. We gaan lekker terug. Misschien dus ook wel weer zo'n poppetje die we toen spaarden en die in een van de vorige huizen staat. En ho, wacht. Hier zie ik nog een, een steen staan. Ook een capsule was dat. Nou, oké, okay, top. Wij zijn weer thuis aangekomen dus inderdaad. En we hebben dus enorm veel dingen gevonden. We kunnen dit dus... Oh, georaad om monsterbellen. Wow. Ho, oh, wat is dat? Georaad om monsterbellen. Wacht. We hebben dus heel veel nieuwe dingetjes nu. Hij is nog steeds zwanger. Ik dacht, heus is die nou zo dik geworden? Maar hij is natuurlijk gewoon zwanger. Oké, okay, wat? Georaad om monsterbellen, wat is dat? Geo oh, de georaad, denk ik. Ik dacht een Georaad. Zwaar metaal bestaat voornamelijk uit voeizel, maar doordat het ook wat glubberflubber bevat, heeft het zijn opmerkelijke geur. Oké, okay, dus. Nou dan gaan we het maar lekker naar de georaad sturen. Ik weet niet wat we er verder mee kunnen doen. Dan de capsules. Wat kunnen we met de capsules? Het monster is naar de Nationale Stimgeologische Raad gestuurd voor elementale is isolatie. Je zult de geïsoleerde elementen binnen een dag of twee per post ontvangen. Oh, oké. Okay. Nou, leuk. Nou, deze gaan we openmaken. We hebben dus nu allemaal cadeautjes om open te maken. Die gaan we openmaken. En dan de capsule van jou gaan we openmaken. Dus echt letterlijk gewoon drie capsules hebben we daar gevonden. Niet normaal eigenlijk. En, oh, ik zie hier een geboortekaartje. Die kunnen we misschien wel ergens boven de kast ophangen. Maar wat kunnen we met deze schatkaart? We moeten hier toch iets mee kunnen? Oh, één Chess McFreely. Ja, kijk, die poppetjes inderdaad. het gewoon. Oké, okay, dus het is niet zo zeldzaam. Nog zo'n poppetje. Een Yuki. En dan nog iets, of was dit het? Oh, een ander. Eén Chess. Oh, oké, okay, dus daar hebben we er twee van nu. Nou, hartstikke leuk. Die spaarden we, alleen die staan nu ergens in een ander huis. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik kan op zich nog die hele verzameling terugbrengen hier naartoe als jullie dat willen. Dan moet je dat maar eventjes achterlaten. Maar. Wat ik dus wil doen ook nog in deze aflevering is inderdaad selecteren een optie een restaurant kopen. Ja, want wacht, kan, kan dat niet zo nu ineens? Hallo, ik wil een restaurant Juist, een restaurant kopen. Oké, okay, dus waar kunnen we een restaurant kopen? In Newcrest gewoon lekker dichtbij ons eigen huis, want daar kunnen wij dus ook iets mee gaan doen. Latente Bistro, dus die kunnen we kopen, want dat is een restaurant. Hier kunnen we zelfs ook een restaurant van maken, de rustige halve maand, want dat is ons eigen huis, dus dat gaan we niet doen. Maar als we dit restaurant kopen, dat is volgens mij al van iemand. Weet je wat? We doen dat gewoon. Wil je Latente Le Bistro als bedrijf kopen? Ja, dat wil ik zeker. Oh, wow. Oké, okay, zo. Well. So, voer het bedrag in dat je wilt overmaken. Nou, we hebben 131.000 euro, dus we gaan lekker 40.000 euro overmaken als het kan. Overboeking bevestigen. Juist. Het runnen van een restaurant is niet makkelijk. gemiddeld dat 59% van de restaurants gaat binnen het eerste jaar al failliet. Oh. Oké, okay, nou, weet je wat? Wij gaan het gewoon doen. Jammer voor je. Op dit moment gesloten. Oké, okay, maar wat kunnen we dus bij ons eigen restaurant doen? We kunnen waarschijnlijk allemaal personeel aannemen, hoop ik. Mixoloog inhuren. Om specifieke mixoloog vragen. Een kok inhuren kan ook, neem ik aan. Of moeten we dat zelf nu allemaal gaan doen? Waarschijnlijk moeten we dat zelf allemaal gaan maken, inderdaad. Wat als we het openmaken? Ik heb geen idee. Ik wil eerst even kijken naar alle nieuwe meubels. Die we dus inderdaad hebben bij, deze, uh, bij dit nieuwe uitbreidingspakket. Dat is dit allemaal zo te zien: een bank. Een onverveld hangend muurbord. Uh, geen idee wat we daarmee kunnen. Maar dus inderdaad ook dit. Eigenlijk gewoon allemaal bankjes en inrichtingsdingen. Niet heel bijzonder. Gewoon iets wat, ja, wat je gewoon kan verwachten in een restaurant. Alleen we hebben niet heel veel zitplekken zo te zien. Ik wil een extra tafeltje hier zo. Kunnen we die niet hier neerzetten? Ja, kan dat? En dan een stoeltje erbij, lekker bij het raam Gewoon gezellig Iemand helemaal alleen laten zitten uh, Ja, nee, dat is te ver weg hè? Dat is te ver weg van de tafel, denk ik Zo, dat staat waarschijnlijk veel te dichtbij op de tafel Maar dat maakt eventjes niet uit Ik hoop dat ze daar kunnen zitten, gewoon Zal ik het gewoon voor de lol even opengooien? Om een functionerend restaurant te hebben moet je een host bedienen En een kok hebben aangenomen En een menu voor de gast, oh Oh Dus wow, wacht eens eventjes dan gaan wij een mixoloog inhuren. Uh, personeel aannemen. Om specifieke mixoloog vragen. Ella is, hartstikke gezellig. Die kennen we nog ook. Uh, weggooien? Nee. Wacht, oh shit. Wat, wat, wat gebeurt er allemaal? De sim ingehuurd voor Valerie Koding is onderweg. Koken. Nee, ik wil een eigen kok inhuren. Hoe doen we dat dan? Kan dat niet. Hoe doen wij dat? Of hier. Werknemersmanager. Ah, selecteer hieronder om een sim in te huren. Oké. Okay. Uh, kennen we hier iemand van? Lars Dijkstra. Nee, dat is een slechte kok. Ja, Kees van der Wal. Maar die, die kost ook gelijk het meest. Dat maakt niet uit. Dan doen we hem lekker. Jij komt bij ons werken. De bediener. Uh, daar kunnen we gewoon Anna Prins voor aannemen. Anna Prins, juist. En Gijs Verbeek, want die kost maar 12. Oh, 2 euro per uur. Oh, dat, we kunnen die nu niet meer aannemen. En een host. Saar Verbeek. Ja, hartstikke mooi. Kijk, is gezellig. Maar we moeten dus meer voordeelpunten zien te winnen... ...als we meer mensen kunnen aannemen. En wow... Ah, kijk hoeveel je kan doen. Prijswinst, 100%, 300%, ingrediëntkwaliteit, advertenties, ja. Diamant, diamantenpakket, 1200 euro per dag. We hebben toch genoeg geld? Dus dat doen we gewoon ook. Kledingvoorschrift voor klanten, formeel, we willen wel een netjes restaurant zijn. De host. Eh... Uh, ja, doe maar die kleding. <laughs> oh, en we kunnen ook allerlei extra gerechten nog erbij doen, zo te zien. Een ronde fruitje, lijn, hartige bacon. Kijk dan, oh, dit zijn alle gerechten... Die mogelijk zijn in de Sims. Uienbagel. Ja, we kunnen dit gewoon allemaal erbij doen, toch? We zijn gewoon een hartstikke uitgebreid restaurant. Dat doen we gewoon. Niet klagen. Dat doen wij gewoon. Wij hebben gewoon superveel hier zo. Hier toetjes. Ook lekker alles erbij. Drie kleuren ijs. Allemaal voor de kindjes, toch? <laughs> wow, we kunnen echt letterlijk alles kopen nu zo. Dat is wat chill. oké. juist. Wij gaan winst draaien, jongen. Maar kan, kan het al open? Gaat het al open hier zo? Sluit. Oh, het is al open. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd nu, hoor. Maar alsnog is het dus aan jullie de vraag om jullie even eraan te herinneren van... Moet ik dus met de Latoys, de echt de familie, gewoon in een huis gaan wonen? In mijn eigen huis? Of niet? Nadat deze familie dus bijvoorbeeld gestorven is. Of... Wow, wacht. 0 uur open. Open 1 uur. Oké, okay, ja. nul recensies. Nou, we zijn nu nog niet zo heel erg goed, zo te zien. Sluiten bedrijfskapitaal. Ja, we kunnen natuurlijk hartstikke, dicht, uh, hartstikke dik investeren gewoon. Ik weet niet wat dat allemaal betekent hier zo. Maar dat kan ik nog wel even gaan uitzoeken. Maar het is wachten op de eerste klanten. Dus, hallo. Wie komt er binnen? Yo, hé, gaat het nog druk worden hier zo? Ik zit te wachten op klanten. Daarna komt er gewoon echt helemaal niemand met een restaurant binnen. We zijn open toch? Ja, we zijn open. Ah, juist. Kijk, hier is de eerste klant. En er staat een sterretje van drie boven. De... Oh, nu komen de klanten pas binnenstromen. Volgens mij had ik het gewoon gesloten of iets. Ik weet het niet. Oh, je kan het dus dichtzetten, inderdaad. Van. Hier, nieuwe, nieuwe klanten/slash gasten. Niet toestaan of wel toestaan. Want de, anders zit het te vol, waarschijnlijk. Dan raakt het restaurant straks gewoon te vol. Oké, okay, maar wat nu? Wat kunnen we doen? Hallo, management. Aardige introductie. Management, welkom heten. Ja, kijk, we gaan gewoon hartstikke aardig zijn. Oh, hij staat er op twee sterren. Oeps. Alle, alle, ik wou dat ze hier iets vriendelijker waren. Oh, wacht. We gaan eventjes Paul hier ook naartoe laten komen. Eh, uh, Luke of. Waarom noem ik hem steeds Paul? Waarom noem ik Luke steeds Paul? Ik weet het niet. Het is natuurlijk gewoon Luke. Oké, okay, de drie sterren. Juist. Iedereen welkom heten. Management welkom heten. Hartstikke aardig. Luke Bakker, dat kan jij ook wel eventjes gaan doen. Dit is dus onze eerste dag bij ons eigen restaurant. Het bevalt me op zich nog wel. Manager Char. Welkom in mijn restaurant. Ik hoop dat alles naar wens is. Jazeker. Manager Char. Wat kunnen we daar doen? Voor training betalen. Promeren, promoveren naar hoogst niveau. Oh. Hoogst niveau 2. Kijk je nemen bij. Kritiek geven. Ontslaan. Prijzen. Prijs een medewerker om diensttevredenheid te, te verhogen voor een positief humeur. Ah, voor training betalen. Korte training. Oh, dus je kan ook gewoon echt letterlijk heel je personeel trainen met deze, met deze uitbreiding. Oh, ik vind dit echt een leuke uitbreiding, ik zweer het. Oh, wow, wacht even. Nee, niet gaan slapen, hallo. Je zaak is open, meid. Kom eens even hier. Blij maken, juist. Kom, jij gaat hier, iedereen hier eventjes lekker... Lekker... Ja, ik weet niet wat. Oh, nee. Vuur. Wow. We gaan iemand laten promoveren. Misschien maken we dan iemand wel heel erg blij. En gaat hij beter koken. Of weet ik veel wat hij dan gaat doen. Een promotie van mij, ja, dat spreekt voor zich. Het werd tijd. Ha. Wow. Wow. Je werkt hier net één dag. Je werkt hier letterlijk gewoon vier uur pas. Zo. Doe even rustig, hè. Even rustig, Kees. Oh, dit is kapot. Die kunnen we dus wel eventjes de reparatiedienst voor inhuren. Maar hoe gaat het met onze klanten? Heeft iedereen het naar zijn zin? Ik hoop het wel. Eten voorrang geven, nee, bij tafel kijken Ja, wat kunnen we hier nog bij doen Management, eten voorrang geven Dat doen we dan maar eventjes Nou, ik ben wel blij, volgens mij zijn de klanten Gewoon hartstikke gelukkig hier zo, en als ze dan Drie sterren achterlaten, dat zou hartstikke fijn zijn Oh, kijk, wacht, we staan al 65 dollars in de min Omdat we net iemand promotie gegeven hebben Volgens mij, en, oh Oeps, en we hebben haar nu Iets, iets wat geld gegeven, dacht ik Oh, we hebben wel 125 voordeelpunten, maar daar kunnen we nog helemaal niks mee. Oh, dat is dan een beetje jammer. Nou, wanneer schieten die koks even een beetje op? Alles doet het weer perfect. Oké, okay, hartstikke mooi. Schiet maar op met haar eten, kom op. Wat ze flats. Wat ben jij aan het doen? Wat staat ze aan te doen, joh? Of hebben we hier al iemand voor ingehuurd? Een bedienster. Ja, toch? Of moeten we zelf het eten gaan... Oh, wacht, hier staat het, of niet? Moeten we dit opdienen? Nee, hè? Als ze het eten, dan krijg je automatisch of wat? Hé, hey, hallo, schiet eens op met dat eten. Dit duurt te lang. Hallo? Manage Anna, oh, volgens mij krijgen ze nu gewoon niet hun eten. Um, hallo? Hoe gaan we hun, hun eten geven? Ik snap het eventjes niet. Ja, nee, ga lekker, aan, ga lekker staan zoenen midden in de winkel. Management, oh. Oh, het gaat fout, hij gaat weg. Nee, shit maar. Waarom pakken ze het eten niet dan? Waarom dient niemand het eten op? Of doen ze dat zo? Ik heb geen idee hoe dit werkt. Hallo? Manage Kees. Kees schiet eens op. Vraag hem om steller te koken. Snel. Wacht, waarom gaat iedereen weg? Ik snap niet. Hoe moet ik ze. Wow. Doe even normaal. Zo! Ja joh, maak mijn winkel kapot. Ik snap het niet. Ik. Vervangen. Wacht. Alles doet het trippen ik, ik snap niet wat er fout gaat hier. Waarom... Waarom... Dient niemand het eten voor mijn klanten op? Acties. Outfit wijzigen. Wacht, moet zij dat niet doen? Manage Char. Uh, ik snap het eventjes niet meer. Waarom geeft niemand mijn klanten te eten? Nee, nu gaan mijn klanten weg. Oh, shit. Ik snap er niks van. Oké, okay, als iemand het weet hoe ik dit moet doen... Mijn, mijn hele winkel gaat nu naar... Naar de... De, de galamise. Het gaat nu helemaal fout. Hoe gaan we de klanten eten geven als ze. Ik snap het niet. Ik weet niet hoe ik mijn klanten te eten ik moet geven. Niemand die dient het eten hier zo op. Jij moet toch het eten opdienen? Oh. Oh. Ieder... Ja, ga scheten laten. Oké, okay, dit gaat helemaal fout. Ik denk. Oh, promoveren naar bedienenniveau. Ja, eer. Jij moet het eten pakken. Ah, wacht. Kijk, nu krijgen ze wel te eten. Het ging het helemaal fout. Ik weet niet waarom. Maar de kok ook. Die heeft dus een, een training nodig. Omdat hij anders ja, de dingetjes gewoon niet kan maken. Wacht, dus hij moet voor training betalen. Kort standaard training. Ja, hij moet gewoon een training krijgen, omdat hij anders de, de dingen niet kan koken. Het is gewoon een slechte kok waarschijnlijk. Beetje jammer dit, maar we hebben dus nu betaald voor hem. Alleen, zij zijn lekker aan het eten. Dus zij hier. Oh, wacht. De kwaliteit van dit gerecht ziet er niet altijd best uit. Ja, je hebt ook altijd wat te zeuren, hè? Jeetje, mijn sneetje. De kok die is ook niet het beste hier zo. Kom op, sorry hè. Een gratis drankje geven, dan kunnen we het hopelijk beter maken voor je. Hier zo. Dat drankje is waarschijnlijk niet voor jou, dus die gaan we ook maar even opruimen. Maar kijk, nu gaat het goed. Alleen die vorige klant, die hebben dus echt dik teleurgesteld volgens mij. Vier essenties. Uitstekende ambiance, goede kansen, wachttijd. Ik, nou, het moet een beetje gaan lukken nu. Nou, in ieder geval, het restaurant gaat dus nu wat beter. Ik snap een beetje hoe het werkt, dus nu ook gelukkig. Dus, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vond je hem leuk. Laat eens de dingen achter die ik heb gevraagd aan jullie... En doe dan doen we nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan zeg ik tot de volgende aflevering. Het restaurant heeft wel echt één rode ster, dus dat is echt slecht. Maar tot de volgende aflevering. En later.